Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 19 augustus 2015. Dat is bulletin van woensdag. Vandaag geen nieuwsberichten, die schuiven door naar morgen, maar extra lange afleveringen van ons item over propagatie en van het onderwerp over elektronen van PD4ROB. Aan dit statische elektriciteitseffect heeft het elektron zelf zijn naam te danken. Elektron is Grieks voor barnsteen, aan de hand waarvan de oude Grieken de wrijving met wol eroverheen op basis van de ontstane vonken elektriciteit ontdekten. Ook de zeewind die op rotsen aan de kust slaat veroorzaakt geïoniseerde lucht. Dit wordt als frisse lucht ervaren. Bijvoorbeeld een kantooromgeving waar de lucht zogenaamd dood is, kan een ionisator worden geplaatst om de luchtkwaliteit te verbeteren. Al nu, dit hele verhaal tot nu toe is slechts bedoeld om aan te tonen hoe losjes elektronen in hun banen zitten en hoe makkelijk elektronen een eigen leven kunnen gaan leiden, hoe bewegelijk ze zijn en zelfs een eigen stroom kunnen gaan veroorzaken. Nu het woord stroom is gevallen, stuiten we op een ander begrip waar elektriciteit onlosmakelijk mee is verbonden, namelijk het magnetisme. Daar waar de elektronen statisch zijn, is er sprake van elektrische spanning, voltage genaamd. Maar daar waar de elektronen gaan stromen en dus dynamisch worden, is er sprake van amperage. En daar waar sprake is van amperage, speelt magnetisme een belangrijke rol. Het propagatieonderwerp ging er de vorige keer over dat er grote variaties in propagatie bestaan met het tijdstip van de dag, met de seizoenen, met de zonnevlekkencyclus en ook afhankelijk van waar je je op aarde bevindt. De factoren die ik net noemde gelden voor de hoogst bruikbare frequentie. De laagst bruikbare frequentie varieert ook, maar die hangt naast de al genoemde factoren ook nog af van nog meer factoren. Op de laagst bruikbare frequentie hangt de hoogte van die frequentie ook af van het ruisniveau op de plek van de ontvangstantenne, van de efficiëntie van die antenne. En veel meer dan bij de bovengrens hangt het af van het zendvermogen. Het hangt daarnaast af van de absorptie door de ionosfeer en van zogenaamd E-laag screening. Ik weet daar de Nederlandse term even niet van, maar we gaan later in deze serie nog uitgebreider op dit fenomeen in. Dus papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Voor elk traject is er een maximaal bruikbare frequentie, vaak aangeduid met Maximum Usable Frequency of MUF. Die afkorting wordt ook in het Nederlands wel gebruikt, MUF. Deze wordt bepaald door de toestand van de ionosfeer in de buurt van waar de reflecties tegen deze lagen plaatsvinden en van de afstand van het traject. De MUF is de frequentie waarbij onder die frequentie de golven nog door de elektronen in de ionosfeer worden teruggekaatst naar de aarde. Terwijl bij een hogere frequentie dan de MUF de golven door de laag heen schieten de ruimte in, waar we dus niets aan hebben tenzij we met bijvoorbeeld het ISS willen communiceren. Overdag is daarbij sprake van twee maximaal bruikbare frequenties. MUF voor de E-laag met een kortere skipafstand en de MUF voor de F-laag met een grotere skipafstand. Soms wordt daarbij gesproken van een E-MUF en een F-MUF. Morgen gaan we hier verder op in. Bel 033-457-0711 als je ook in de uitzending wilt. Je belt nu met de listener call-in van de Daily Minutes en PA00 News. Je kunt hier bericht kwijt dat eventueel rechtstreeks in de uitzending kan worden uitgezonden. Leuk is het als je een nieuwtje te vertellen hebt, maar dat hoeft niet per se. Je hoeft ook niet per se een zendmachtiging te hebben, omdat het tegenwoordig is toegestaan om een niet-amateur via de amateurmicrofoon iets te laten zeggen. Het leukste is als je iets wilt vertellen over wat voor jou leuk is aan de amateurhobby, of als je enthousiast bent over een bepaald apparaat of antenne. Maar iets anders mag ook uiteraard. Als het de moeite waard is, zal het zeker worden uitgezonden. Het nummer is 033-457-0711, 457-0711, en dat is ook te vinden op pa0ete.nl. En dan de morsetekens voor vandaag. Tango, Echo, Sierra, Tango. Tango, Echo, Sierra, Tango.